Hi allemaal, ik ben Jelena en ik ben er weer met een gloednieuwe aflevering van Q-Time. En met je Q-Time kan je zoveel verschillende dingen doen. Dus waarom niet je eigen boek schrijven? Nou, dat kan en het is ook gebeurd. En vandaag is Marlene Gravenberg bij ons in de studio. En zij heeft haar eigen boek uitgebracht. Het boek heet Re-Embrace You. En ze gaat dus vandaag er alles over vertellen. What we need is a little Q-Time. Ja. Hi Marlene. Dankjewel Jelena dat ik de gast mag zijn bij jou. Ja, yeah, it's an honor for me as well. Oké. Hoe is het met je? Het gaat. Ja. Ja. Want je boek komt uit. Ja, mijn boek komt uit de digitale versie op 30 september. En de hardcopy versie komt uit op 14 oktober. Nou, spannend hoor. Ja. Maar voor we naar het boek zelf gaan, misschien kan je in het kort vertellen wie Marlene Gravenberg is en what you stand for. Oké, ik ben, nou ja, naam zegt het al, Marlene Gravenberg. Ik ben in mijn dagelijks leven een business coach. En eigenlijk, wat mij onderscheidt van andere business coaches, is dat ik personal en professional development heb geïncorporeerd in mijn business coaching. Want je bedrijf bestaat niet alleen uit policies en procedures. Je hebt mensen die erin werken. En daar kan het soms heel uitdagend zijn. En dan kom ik ook in als de mogelijkheid bestaat voor personal coaching van individuele medewerkers. Of de professional coaching. Dus als mensen willen groeien in een organisatie, dat ik daar ook een bijdrage aan kan leveren. Ik doe zowel individuele als groepscoaching. Oké. Een business coach. Je hebt je passie gevonden in je werk. En along the way heb je gewoon gezegd van oké, en nu wil ik ook een boek erover schrijven. Nee. Dat is een heel ander. Hoe dat tot stand is gekomen. Life happens. En ik hou altijd van schrijven. Ik heb altijd van schrijven gehouden. Dus wat ik heb gedaan is alles dat gebeurde in mijn leven een beetje geschreven. Maar op een gegeven moment ontdekte ik dat mijn core values, mijn kernwaarden, een belangrijkere rol zijn gaan spelen in mijn leven. En dat ik heb ontdekt dat soms laat ik een inbreuk plegen op mijn core values. Maar uit mijn coaching ook zag ik heel veel raakvlakken met dezelfde ervaring die ik heb gehad van de mensen die ik heb gecoacht. En toen dacht ik van, hé, dat zou heel mooi zijn om dat in een boek vast te leggen. Maar om een boek uit te brengen kost heel veel geld. Dus ik begon wel scribbles te doen. Eigenlijk een beetje nadenken over hoe het boek eruit zou zien. Ook een beetje hoofdstukkenindeling. Maar toen ik een scholarship won, dat de kosten van het boek dekte. En de promotie, het hele traject, had ik zoiets van wauw. En ik ben daarin geselecteerd. Dat was een hele strenge selectie. Zo is dus nu dat we in deze fase zijn, dat het boek gepubliceerd kan worden. Spannend hoor. Wat hield de scholarship eigenlijk in? De scholarship hield in, het was een oproep aan, het was een project, The 100 Voices of Women. En daar mochten 100 vrouwen zich opgeven. Maar het was net een sollicitatiegesprek. Waarom denk je dat je verhaal een impact zal hebben in de vorm van een boek? Ben je serieus? Want het is een heel projectteam dat erachter zit. Je gaat je aan afspraken moeten houden, deadlines. Dus dat is een sollicitatiegesprek geweest. En ik ben een van de 100 vrouwen die dan gekozen is geworden uit de groep van weet ik veel hoeveel. Oh, wauw. Dat is heel mooi. Ja. Oké, scholarship gewonnen. Background in coaching. En toen gekozen. Toen zei je, oké, aan de slag. We gaan het boek uitbrengen. Hoe is dat proces voor jou gegaan? Beter dan ik had verwacht. Ik had verwacht dat ik heel veel schrijversblokkades zou hebben, zoals men dat noemt. Maar luckily for me, had ik waarschijnlijk komt het doordat ik al een outline had hoe dat boek eruit zou moeten zien. Maar ik heb met zoveel plezier, ik heb heel veel plezier ervaren, laat me het anders zeggen. Tijdens het schrijven ontdekte ik ook heel veel bij mezelf. Eigenlijk ook een helingsproces. Want het is een deel van mijn verhaal. Maar het is ook een deel van het verhaal van de mensen, mannen zowel vrouwen, die ik heb gecoacht de afgelopen 3 jaren. En gaandeweg het ontwikkelen van de hoofdstukken, het schrijven, kwamen heel veel oefeningetjes die ik ook zelf heb gedaan tijdens de uitdagingen, het leerproces in mijn leven,
dat ik dat ook kon neerpennen. En dat was een heel prettig proces. En vooral de laatste twee hoofdstukken. Ik heb zoiets van, aan het eind leek het alsof ik, en daarom noem ik het laatste hoofdstuk ook, coming home to yourself. Mm-hmm. Het leek alsof ik mezelf helemaal weer terug had gevonden. En ik zeg bewust terug heb gevonden. Want eigenlijk zijn we, en daar gaat het boek eigenlijk over, hoe belangrijk het is om een relatie met jezelf te ontwikkelen. Omdat vanuit die relaties, is net als wanneer je iemand leert kennen, je wil weten hoe ze die persoon elkaar, waarvan houdt die persoon. En dat is dan dit boek. Je ontdekt, je herontdekt wie je bent, waarvan je houdt, waarvan je niet houdt. En van daaruit leer je ook wat je kernwaarden zijn. En mensen vragen zichzelf vaak af, wat zijn kernwaarden? Nou, kernwaarden zijn ik gebruik Engels voor die essence. Dat wat je drijft binnenin om elke dag de juiste besluiten te nemen. Bijvoorbeeld, mensen weten het vaak niet. Daarom is dit boek ook goed, want je kan achter je kernwaarden komen. Er zijn oefeningetjes die je kan doen. Want bijvoorbeeld iemand die zich geroepen voelt om altijd een gevecht voor een ander te nemen, te praten voor een ander, is iemand die als kernwaarde heeft rechtvaardigheid. Je kan het niet zien. Wie is aan een juffetti? Je voelt je geroepen om voor die persoon te vechten. Dus je kernwaarde is rechtvaardigheid. En in mijn coaching gebruik ik de kernwaardespel, waardoor je dan letterlijk echt kan ventileren. Dit zijn mijn kernwaarden. En je ontdekt, je herontdekt, dat je wat je doet, je terug kan vinden. En omdat je weet wat je kernwaarden zijn, ga je nu gezonde grenzen leggen. Jij bepaalt wat je wel of niet toelaat, hoe mensen je behandelen. Met ook wel dat soms wij onze eigen grenzen overschrijden. Doordat we toelaten wat mensen wel of niet met ons mogen doen. True. Oké, dus het boek is nu af, het heel proces bij je doorlopen, verhalen van anderen en je persoonlijke experience. En dat heeft dus Re-Embrace You gevormd. En deze komt dus uit in september en een digitale versie. Dus ja, dat is de e-book versie. Ja? Ja. Voor als je een Kindle hebt of zo, of gewoon kan je het lezen. Ja. En dan de hard copy. Yes. En misschien kan ik erbij direct aangeven, de e-book versie zal niet meer dan $1 kosten. En de hardcopy versie komt op $17 something. Ik denk dat het een redelijke prijs is. Okay. Ja, voor een boek van ongeveer 150 pagina's. Zo, een mooie prijs, ja. Ja. Oké. Je had het over kernwaarden ontdekken jezelf. Maar van wie is dit boek nou eigenlijk? Want stel iemand zit thuis te kijken en denkt van, mijn kernwaarden zou ik ook wel op orde willen stellen, maar voor wie heb je dit boek eigenlijk geschreven? Dit boek is voor een ieder. Een ieder die eigenlijk in de fase is van wie ben ik? Kijk, het moment dat je zelf jezelf vragen begint te stellen, dit wil ik niet meer, of ik zou dit anders willen, dan ben je al bezig, ben je al in de stap van persoonlijke ontwikkeling. En het moment dat je in die stap bent, dan ga je ook naar materiaal zoeken dat een beetje je een enlightenment geeft. En dit boek is voor ieder, zelfs tieners. Tegenwoordig beheersen onze tieners het Engels perfect. En het zijn heel eenvoudig is dit boek ook geschreven. Eenvoudig Engels, met heel wat oefeningen bij elke topic die ik heb opgeschreven. Dat je dat werkelijk in kan schrijven. En het is voor ieder. Want misschien denken mensen, Megus, ik moet mezelf leren kennen. Dan moest ik dat al lang hebben gedaan. Nee, zelfs in deze fase. Mijn proces is begonnen 13 jaar geleden. 2013 is 10 jaar geleden. Ja. 10 jaar geleden. Is mijn proces begonnen. Toch, van wie ben ik? Wat wil ik en wat wil ik niet toelaten? En als het gaat om een relatie ontwikkelen met jezelf, dan zal dat helpt jou ook om met je kernwaarden en de gezonde grenzen niet alleen in persoonlijke, intieme relaties. Relaties met ieder, op de werkvloer, in je vriendenkring. Als je kinderen hebt met je kinderen, hoe vaak laten we niet toe als ouders, dat our children cross our boundaries. Maar ook mijn moeder niet vragen hoor. Ik wil het niet weten. Maar ook aan het werk. Mm-hmm. Hoe vaak laten we het niet toe dat we overwerkt raken? Omdat we
ja zeggen. Terwijl we eigenlijk iets anders zouden willen doen. Maar ook voor jezelf. Hoe vaak zeggen we niet, oh, ik ga nu met de gym, ik ga nu echt sporten. En we doen het niet. Weet je, je weet dat het gezond is voor je, maar je doet het niet. Dus het heeft... Het is heel erg breed. Het is heel erg breed. Nee, mooi hoor. Dank je wel. Nou, dat boek is er klaar voor. We wachten eigenlijk op de lanceerdatum. Ja. Waar kan ik het halen? We zagen op de flyer dat het via Amazon bereikbaar verkregen zal zijn. Ja, sowieso op Amazon. Ik heb nog niet een... De bedoeling is om een soort roadshow te organiseren. Ik heb al 3... aanbiedingen gehad van bedrijven, van organisaties waar ik een boekpresentatie kan houden. En ik moet nog kijken. Mensen kunnen het rechtstreeks bestellen. Ze kunnen het ook via mij bestellen. En dan, maar dan niet individueel. Dus ik neem een bunch en ik laat het overkomen en dan kan je boek halen. Dat is een manier. Maar de e-book kan je zelf online kopen. En je hebt het op je device. Alright, nee. Helemaal in kannen en kruiken. Dankjewel. Oh. Ik hoop dat wanneer het eenmaal uit is, dat ik ook hier kan komen om een exemplaar aan je aan te bieden. I would love that. I would really feel honored to receive one. Okay, maar je zit er zo stralend bij. Je boek is af. Ik wil je feliciteren met je boek dankjewel. Dat uitkomt. Dankjewel. En ik hoop dat het groot bereik krijgt. En dat het ook andere mensen mag helpen om hunzelf opnieuw te re-embracen. Ja. En dat ze gewoon hun journey positief kunnen voortzetten. Dat hoop ik ook, ja. En ik wil je bedanken voor het komen. Graag gedaan. Maar dankjewel voor die uitnodiging dat ik dit mocht delen met de audience. Ja. Dankjewel. Nee. We zijn je dankbaar. Graag gedaan. En jullie thuis ook bedankt voor het kijken. Vandaag was Marlene Gravenberg bij ons in de studio. Zij is de founder van Leadership Refocus. En ze is ook een business coach. En ze heeft haar eigen boek uitgebracht. Het boek heet Re-Embrace You. En het heeft een hele hoop informatie, tips, guidelines to get you back on track, to re-embrace yourself. En als dit iets voor jou lijkt dat je zou willen lezen, kan je vanaf 30 september naar Amazon gaan, gewoon de app downloaden of op de website gaan, dan kan je jouw eigen boekje bestellen, die kost $1 en dat is eigenlijk geen geld. Maar als je zegt, nee, ik wil niet online lezen, ik wil mijn eigen hardcopy in de hand hebben, dan moet je wachten tot 14 oktober, want dan komt de hardcopy versie uit en heb je jouw eigen boek. Dus ik zou zeggen, zet het in je kalender. Maak je afspraak, zet een reminder, haal je boek en re-embrace you. And remember, your time plus my time is cue time. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.